Vandaag zijn wij bij het moment waarop we de overhandiging doen, of waarbij de overhandiging gedaan wordt van equipment. En u ziet boten, buitenbootmotoren, zwemvesten en zeker een aantal andere zaken. Een van de zaken die u hier niet ziet op dit moment, maar die ook tot de zending behoort, zijn tenten. Die tenten die zijn dus onderweg naar Suriname en die zullen dus met de tijd ook gewezen worden. Toen wij vanuit de minister van Buitenlandse Zaken van Suriname het bericht kregen dat op het verzoek van Suriname voor hulpverlening in het kader van de rampgebieden en dat Israël daarin wilde inspelen, hebben wij natuurlijk direct aangegeven wat een van de grote problemen was. En een van de grote problemen die wij hebben gehad is de logistiek en wel het transport van de noodhulpgoederen naar de diverse gebieden die onder water waren. Gelukkig heeft Israël onmiddellijk ingestemd met de keuze die NCCR heeft gemaakt om dus de overhandiging te doen van de vaartuigen aan Suriname. En wij zijn heel erg blij dat dit niet alleen voor nu goed gaat zijn, maar dat het ook een structurele hulp is aan NCCR om dus ervoor te zorgen dat ook in onverhoopt meerdere gevallen dat wij deze spullen weer kunnen inzetten. Ik wil dus zeggen dat deze hulpzending van Israël aan Suriname heel erg geapprecieerd wordt. Niet alleen door ons als NCCR, maar zeker ook wanneer ze worden ingezet in de diverse gebieden, zullen wij ervoor zorgen dat de boten die en het andere equipment ons in staat gaat stellen om sneller te kunnen reageren op de verzoeken en de zaken die wij eventueel in het binnenland moeten brengen. Suriname en Israël, as you know, have long-standing diplomatic relations and also share the historical legacy. There is a saying: a friend in need is a friend indeed, and we surely count Israel among our friends. As we are all aware, Suriname has experienced significant rainfall the last few months, which caused flooding in various areas as well as damage of crops and livelihoods of people. Many of the roads used to access the affected areas, villages to provide emergency relief have been damaged by heavy floods. Access to the southern part of Suriname can now only be gained by helicopters and boats to bring relief to residents of the affected areas. These areas were officially declared by presidential decree as disaster areas. We express appreciation to the government of Israel for its response to our appeal in providing necessary humanitarian aid.